Zwarte poon, schar en schol. We laten het links liggen of geven de wijting aan de kat. Nou, het probleem is eigenlijk dat de Noordzeevis, zoals die hier wordt aangeland in onder andere ook Scheveningen, totaal ondergewaardeerd is. En ja, om even te noemen, zo'n beetje 80% wordt geëxporteerd naar onder andere Spanje, Frankrijk, Italië, ja, noem maar op. Dus gek genoeg komt er genoeg vis binnen, maar wordt dat allemaal geëxporteerd. En dat heeft eigenlijk het resultaat dat alle kennis die mensen hebben tegenwoordig van het bereiden van vis, ja, totaal verloren is. Dus mensen eten het niet omdat ze het ook niet weten dat het er is, maar het is er wel. En dat terwijl het lekker en goedkoop is om in eigen zee te vissen. Stichting Noordzeevis vraagt restaurants ambassadeur te zijn van de streekproducten en deze op de kaart te zetten. Ik denk dat wij de mensen moeten gaan dwingen om het te kiezen. Om het te laten proeven. Zoals ik al zei, ze denken het is voor de kat. En dat is het absoluut niet. Het is gewoon een prachtig mooie witvis. Ik kan moeilijk hier de mensen dwingen wat te eten. Ga je ze geld toegeven dan? Nee, dat gaan we niet doen. Maar we kunnen wel een klein proeverijtje doen. Hè, om het mensen aantrekkelijk te maken om toch meer die wijting te gaan nemen.